Onder een prettige sfeer, moet ik zeggen. Dus ook complimenten daarvoor. Ja, en ook mooi dat je op die manier aandacht geeft aan dichters van dienst. Waarin allerlei, ik weet niet of het alleen met Dordtenaar zijn, maar heel vaak wel, denk ik, stadsgenoten de gelegenheid krijgen om daar een gedicht voor te lezen of voor te dragen. Een heel mooi podium. We gaan het komend jaar gaan we ons cultuurbeleid voor de komende periode herijken. Dus er komen weer nieuwe kansen, zal ik maar zeggen. We realiseren ons ook wel dat er wat dat betreft een hiaat is gevallen. Omdat we geen stadsdichter meer hebben. We hebben overigens wel een andere stadskunstenaar die vorig jaar is aangesteld. Waarin we ook een vervolg willen gaan geven. En er gebeurt gelukkig op cultureel gebied heel veel in onze stad. Er zijn altijd momenten dat je ze weer ziet. En dit gedicht is Ik zie je overal. Ik zie je overal. Zoveel om me heen heeft iets van jou. Ik schrijf met je pen, kijk door je bril, lees je boeken en sla je sjaal om me heen. Onverwachts kom ik je tegen. Iemand draagt je vest, doet je schoenen aan en drinkt thee uit je beker. Ik hoor je uitspraken, je flauwe grapjes, ouderlijk advies als ik de deur uitga. Zolang dit elke dag in mijn leven is, ben je niet ver weg. En daar gaan we dan. Ik ben mega trots op jullie. En ik hoop op veel leuke beurtmomentjes weer. Zeker. Dus. Dankjewel. Ik heb mezelf gewapend met beton. Een muurtje gebouwd en een masker opgezet. Mijn revolver doorgeladen, mijn lemmert ingevet. Ik kan de wereld in als voorbereid spion. De wereld is een bouwplaats. De stijgers staan wat gammel, maar de neuzen hebben staal. Oh, de wereld is een bouwplaats. Een vruchteloze woekerplek met een bizar verhaal. Van jou naar mij en had ik maar en liet ik je maar toe, Tom. Tom? Anton. Anton? Ik dacht Tom. Liet ik je maar toe, Anton. Sorry. Had ik je maar niet zo laten zwemmen van reddingsboten, vaarbewijzen, moeder ben zo moe, van zielen breken, lijmen en beklemmen. Ik heb mezelf gewapend met beton, Linda. Linda? Ik brokkel langzaam af, ik heb mijn masker afgezet, mijn wapens weggesmeten, mijn hart opengezet. Ik wist dat ik het kon. Linda. Dus, het antwoord is, zou iedereen moeten dichten? Nee, dat denk ik niet. Zou iedereen een keer in zijn leven een poëziebundel moeten uitbrengen? Nee, het antwoord is nee. Maar wat ben ik blij dat Esther de Beu, Jan van der Geer en de dichters van dienst dat wel doen, al eerder hebben gedaan soms. En ik hoop dat ze daar nog heel lang mee doorgaan. Want met jullie gedichten verrijken jullie onze wereld van de binnenkant en de buitenkant. En ik ben trots dat ik jullie woonplaatsgenoot mag zijn. Heel gefeliciteerd. Dankjewel. Corino, we zijn nu hier in de Compagnie. Wat is hier vanmiddag? Ja, het is een bijzondere middag vandaag hier in de Compagnie. Want de dichters die altijd in Studio De Wit hun gedicht voordragen, dat zijn er overal ruim 3,5 jaar een paar honderd gedichten geweest. Daar is een selectie van gemaakt en die zijn gebundeld. En vandaag wordt dus de bundel van de dichters van dienst gepresenteerd. En de meeste dichters zijn ook aanwezig, die dragen zometeen ook hun gedicht voor. Maar het is wel heel bijzonder. Het is ook gelijk eigenlijk wel een Dordtse visitekaartje. Dat hier in Dordrecht toch echt veel dichters zijn. En dat het eigenlijk ook wel weer een mooie aanleiding kan zijn dat er straks weer een stadsdichter in Dordrecht gaat komen. Maar goed, dat is aan het college en aan de gemeenteraad. Maar ik heb er wel eigenlijk wel benadrukt van, door het verdwijnen van de stadsdichter verdween eigenlijk ook het platform voor de dichters. En ik heb geprobeerd dat in Studio De Wit toch een platform te bieden. En wie weet waar dat toe gaat leiden. Dordrecht is ook echt een stad voor poëzie, hè? Nou, als je kijkt wat er allemaal verschenen is de afgelopen jaren, en dan denk ik Dordrecht echt in potentie een stad is waar veel dichters aanwezig zijn. En nou, het is eigenlijk het zout in de pap, een gedicht. Want een gedicht vertelt vaak heel veel. En als mensen dat tot zich laten komen, dan heeft het een impact. En dat maakt het leven ook wat aangenamer. Boekje is te koop. Waar?
Het is te koop bij de Betere Boekhandel, de Nieuwe Bengel, bij de uitgever. We hebben meerdere Betere Boekhandels, Voorst en de Leer en de VVV. Daar is het allemaal te koop. Wat gaat het kosten? Heel weinig, omdat ik vind dat de dichtbundels toegankelijk moeten zijn. Niet alleen qua tekst, maar ook qua prijs. Dus het kost een tientje.